Een revolutionair onderzoek van het Radboud UMC met revolutionaire resultaten. En iedere paar dagen kwam hij bij mij binnenstormen om te zeggen van dit is ook nog het geval en dit klopt ook nog en nu weten we ook nog het mechanisme, ja, zeg maar. Zo viel eigenlijk de hele puzzel langzaam in elkaar, ja. En dat was wel heel, heel leuk om mee te maken. Ja. Een wetenschappelijke doorbraak. Mark! Wim, ja. Het is gevoelstemperatuur min 15. Ja. Ik heb het heel erg koud op dit moment. Ja. En jij loopt zo. Ja, omdat bij ons die mechanismes gewoon weer goed werken. Oh, ja, ja. Oh. Wij hebben het warm. Wij hebben het warm, omdat bij ons die mechanismes nu wel werken en zijn ontwaakt. En daarom hebben wij het niet koud. En bij jullie werkt het niet, dat jullie kleren aan hebben. Hij is wereldberoemd. Wim Hof, beter bekend als de Iceman. 8 o'clock now on a Friday morning, January 25th, 2008. A chilly morning for most folks on the plaza. Really, really chilly. Zo beklimt hij de Mount Everest in zijn blote bast. En loopt hij op blote voeten een halve marathon in Lapland. Hij doet het onmogelijke. Dat is 2 jaar geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Er zijn inmiddels heel veel Wim Hofjes bijgekomen eigenlijk, hè? Daar lijkt het wel op, ja. In 2011 doet het Radboud UMC onderzoek naar Wim Hof. Ja, Wim Hof kwam destijds naar ons toe met de claim dat hij zijn immuunrespons kon beïnvloeden. En wij zeiden dat is iets wat je niet kan beïnvloeden. Maar omdat Wim Hof heel veel bijzondere dingen heeft gedaan, zeiden we van nou, het is wel leuk om die man een kans te geven om te laten zien of dat zo is. Oké, okay, Wim. Ja. Dit is de endotoxine. Oké. Okay. Een hele lage hoeveelheid. Dus het laatste moment om nee te zeggen is nu, maar ik begrijp dat je het door wil. Nee, 100% doorgaan. Oké. Nou, ik ga toedienen, daar merk je niks van. Let the battle begin. Wim Hof krijgt een deel van een dode bacterie ingespoten. Ongevaarlijk. Je gaat niks acuuts merken, maar pas als wat merkt is het overal af. Maar ondertussen is het lichaam wel al bezig, hè? Ja, correct. Dus ik ga ook even... Ja, jij mediteert gewoon door. Ik ga in de oppositie. Normaal gesproken word je daar enkele uren ziek van. Maar Wim Hof, door zijn speciale meditatietechniek, gek genoeg niet. Er is iets gebeurd hier. Iets goed. Ja, toen hadden we Wim Hof als enige proefpersoon, zeg maar, die zijn techniek uitvoerde. En we hebben hem vergeleken met meer dan 100 mensen die dit soort onderzoek eerder hebben ondergaan. En wat we vonden bij hem is dat hij in staat is om zijn stresshormonen omhoog te brengen. En we weten van die stresshormonen dat ze je immuunsysteem kunnen onderdrukken. En dat was ook bij hem het geval, dat hij een hele lage ontstekingseiwit in zijn bloed had. Maar het is maar één bevinding bij één persoon. En dat is dan nog geen wetenschappelijk bewijs. En daarom waren we heel gemotiveerd om te zeggen, we willen nu groepen mensen gaan vergelijken. Dus een groep die getraind is door Wim Hof ten opzichte van een groep die niet getraind is. We zijn heel blij dat we geld hebben gekregen om het onderzoek verder uit te breiden. En deze jongens die achter nu even lekker aan het voetbal zijn in de vrieskou. Die zijn met Wim een week naar Polen geweest en die zijn getraind in zijn techniek. En we gaan kijken of zij nou ook in staat zijn om hun immuunsysteem te onderdrukken. Als dat nou zo is, wat betekent dat dan? Nou ja, ik wil niet erg vooruitlopen op de resultaten. Sorry, dat ik heb tranen in de ogen van de koude wind. Ja, het is heel koud, hè? Het is ijskoud. Ja. Maar we gaan eerst die testen doen. Laten we gewoon eerst gewoon die testen gaan doen en kijken hoe het uitkomt. En dan gaan we daarna vertellen wat het zou betekenen. Maar het zou wel iets heel bijzonders zijn dat je mentaal je immuunsysteem zou kunnen beïnvloeden. Ja, dat daar zou echt heel bijzonder zijn. Ja, zeker. 12 vrijwilligers, allemaal gezonde jonge mannen, zijn 4 dagen in training geweest bij Wim Hof in Polen. Om in korte tijd te leren wat Wim Hof al jaren kan. Tegen extreme kou en mediteren. Voel de kracht van je eigen lichaam, hoor. We hadden 24 jongens die allemaal heel graag mee wilden op training met Wim Hof. Ook naar Polen mee. Die waren ook beschikbaar. Die hadden ook tijd om mee te gaan. En daarna ook die test ondergaan. Maar we hebben daar de helft van door loting dus aangewezen aan de groep die meeging met Wim Hof. Die getraind werd. En de helft, andere helft niet. Ja, we zijn er. Ja, geweldig. Geweldige kracht. Mooi Niels. Waar is hier is het.
Als je die tintelingen nog niet voelt en de lichte loomheid nog niet voelt, doorgaan met die snelle ademhaling. Nu er niet 10, wel 20. En dan 5 langzaam en de laatste keihard, hartstikke diep. Dan moet die gaan lukken. Zijn we mee geweest naar Polen naar de training. En dat, ja, dat was toch wel heel bijzonder om mee te maken ook. Om te zien hoe Wim dan uiteindelijk te werk gaat. En ja, die nam die groep flink onder handen, om maar zo te zeggen. En maakte er een echt team van binnen een paar dagen. Ja, ze deden hele ja, uitdagende dingen. Echt grensverleggende zaken. Dus ze hebben hier bijna een uur zitten spelen. Min 15. Gevoelstemperatuur, kijk. Ze zijn allemaal warm. Ja. En over 20 minuten gaan we het ijsbad in. Ijswater. Ijs, water, water laat de kou 25 keer meer door dan lucht. En kijk naar de natuurlijke resistentie die ze hebben opgebouwd binnen 4 dagen. Binnen 4 dagen zijn deze mensen tot een enorme verbetering gekomen in hun eigen kracht en fysiologie. En nu weten ze hoe ze bijvoorbeeld in ijswater in kunnen gaan zonder dat ze gaan rillen of gaan stamelen of dat soort dingen. Dat is er dus niet meer bij. Dat gebeurt niet. Precies. In de oefening ging het erom de vaten leren sluiten. Dat heeft hij laten zien. Full circle, go. Right on, thank you. Doen even dit? Ja, prima. Blijft wel koud, alleen als je een beetje onder controle hebt, dan is het niet zo onaangenaam. Waarom wil je hier aan meedoen? In godsnaam. Het is toch een te gek experiment? Ja? Ja, joh. Je wil je leren, zeg maar, om je geest, zeg maar, op dusdanige manier te trainen dat je in control bent. Dat is een machtig gevoel. Echt. En dan het onderzoek zelf. Net als Wim in 2011 krijgen de jongens een deel van de dode bacterie ingespoten terwijl ze de techniek van Wim Hof toepassen. Hier komt een toxine. En het resultaat? Er gebeurt helemaal niets. Nou, ik ga je even vragen hoe je je voelt, Felix. Misselijkheid op een schaal van 0 tot 5, waar 0 zeg maar helemaal niets is. 1 dat je net voelt en 5 het ergste wat je ooit hebt meegemaakt. Mm-hmm. Hoe score je dan? 0. Ik voel mijn kip lekker. Okay. Hetzelfde voor hoofdpijn? Ja. Ja. Eigenlijk heb ik op het moment geen enkele klachten. Spierpijn? Geen spierpijn. Rugpijn? Ook niet. En rillerigheid? Nee. En hoe zou je zeg maar, je algemene conditie van 0 tot 10 scoren? Als je zegt 10 is het allerbelabberdste ooit en 0 het beste. Okay. Maar uiteindelijk moeten de bloedresultaten het echte wetenschappelijke bewijs leveren. Hieruit moet het gaan komen zo meteen. Daar moet het vandaan komen. Zeker. En dat is nog heel veel werk. De test is veel werk. Maar alle labbepalingen, dat is ook nog een hele klus. Ik zag je bezig vanochtend. Dat liep als een mean machine. Warriors. Thanks man. Top. Ja. Meer dan top. Ja. We pakken zo de hele wereld. En dan de controlegroep. 98. 0,87. Jongens die dus niet door Wim Hof getraind zijn. Het resultaat, de jongens voelen zich ziek. En ze rillen zelfs. Kijk toch even vanaf hier naar die satelliet. We zijn inmiddels vele maanden verder. Alle bloedtesten van de 12 deelnemers en de 12 mensen van de controlegroep zijn gedaan en met elkaar vergeleken in het laboratorium. En de resultaten zijn zeer, zeer opmerkelijk. Onze belangrijkste conclusie, ja, dat we nu voor het eerst heel duidelijk en ja, onomstotelijk feitelijk hebben aangetoond dat een mens dus wel in staat is om zijn autonome zenuwstelsel en zijn immuunrespons op een vrijwillige manier te beïnvloeden.
En dat was echt iets wat in de tekstboeken staat, dat kan niet. Het is een wetenschappelijke doorbraak. Het autonome immuunsysteem kan worden beïnvloed. Tot nu toe ging de wetenschap ervan uit dat dat nou juist niet kon. En we hebben ook, omdat we extra metingen hebben gedaan, hebben we idee hoe ze dat doen. En simpel gezegd is het zo dat normaliter, als je dus die bacteriebestanddeel ingespoten krijgt, krijg je die immuunrespons. Dus eerst krijg je allemaal ontstekingseiwitten die de immuunrespons activeren. En daarna komen ontstekingseiwitten die dat weer dempen. En wat we vonden bij de getrainde mensen is dat zij door die training een soort hele korte stresstoestand over zichzelf kunnen uitroepen. Dus hun adrenaline ging omhoog. En dat adrenaline maakte dat die die remmende eiwitten juist eerder omhoog kwamen en veel meer. En dat die eiwitten die juist voor ontsteking zijn, hè, wat de echte ontsteking is, dat die onderdrukt waren. Nou, ik kan even kort zeggen wat hier te zien is. En dat is eigenlijk adrenaline, waar we net over hadden. Dat is een stofje wat bij stress, een acute stressreactie wordt aangemaakt. En we zien dat in de groep die niet getraind is, de controlegroep, dat in het begin heel laag blijft en pas laat omhoog gaat. Als gevolg van de ontstekingsreactie, van het inspuiten van het bestanddeel van de bacterie. En in de getrainde groep, de jongens die dus de ademhalingsoefeningen deden en die getraind waren door Wim Hof, daar zagen we dat het meteen na het starten van de ademhalingsoefeningen heel scherp omhoog ging. En dus heb je invloed op je... Ja, kun je dus je immuunsysteem beïnvloeden. Willens en wetens. Zullen we er even één oefening tegenaan gooien? Zo, de plank. Prachtige resultaten, maar wat hebben we er nou eigenlijk aan? Kunnen wij allemaal, net zoals deze jongens en net zoals Wim Hof, ons immuunsysteem beïnvloeden? En kun je hiermee bijvoorbeeld ziektes te lijf gaan, zonder medicatie? Nee, dus ik denk ook, we moeten sec kijken naar wat we onderzocht hebben en wat we gevonden hebben. En dat zijn hele indrukwekkende en mooie resultaten. Daar zijn wij zelf ook van overtuigd, zeg maar, dat het echt iets bijzonders is. Maar tegelijkertijd moet je niet te ver vooruit extrapoleren en denken, oké, nu hebben we een oplossing voor mensen met reuma bijvoorbeeld. Dat is simpelweg niet waar, omdat we dat niet onderzocht hebben. En het kan helemaal zijn dat als je chronische inflammatieprobleem hebt, hè, dus dat je ontstekingssysteem chronisch te hard werkt, dat helemaal niet te onderdrukken is met deze techniek. Dat weten we simpelweg niet, omdat het niet getest is. Maar we hebben wel weer een stap gemaakt. We zijn wel weer één stapje dichterbij om te kijken hoe dit bij patiënten is. Thank you.